voortgaand verleden. Stichting Microtoerisme Inzicht helpt u uw historische kennis op een gemakkelijke manier groter te maken. Bijvoorbeeld door de geschiedenis van mooie steden in beeld te brengen. Maar u kunt op de website ook gratis historische stadswandelingen en audiotours downloaden. Het noordelijkste deel van Texel, Eierland, ziet er anders uit dan het zuidelijk gedeelte. De Eierlandse duinen vormden tot in de 17e eeuw een apart eiland tussen Texel en Vlieland. Toen werd dit eiland door een zanddijk verbonden met Texel. De polder Eierland ontstond nog veel later, toen in 1835 de polder het Buitenveld werd bedijkt. De overgang van het vroegere kweldergebied naar het oude eiland Texel is tot op de dag van vandaag nog steeds goed te herkennen aan de overgang van lage duinen naar het vlakke land. Hier gaan we vanaf het oude land de polder Eierland in. De Koksdorp is de belangrijkste plaats van Eierland. De plaats is vernoemd naar Nicolaas de Kok, de directeur van de inpolderingsorganisatie. De Texelse vuurtoren staat hoog op een duin, op de noordpunt van het eiland. Op 1 november 1864 brandde het licht voor het eerst. Toen nog op petroleum. Pas later werd het licht elektrisch. Tijdens de opstand van de Georgiërs in april 1945 is de toren zwaar beschadigd. Hij is hersteld door hem met een nieuwe muur te omhullen en een nieuwe bovenbouw te plaatsen. De toren had toen nog maar 7 verdiepingen in plaats van de oorspronkelijke 9. In 1977 is de toren voorzien van een rode kunststof coating. De Slufter is een krekengebied in de duinen van Eierland. In 1851, tijdens een zware storm, brak de duinrij op enkele plaatsen door. Het is daarna nooit meer gelukt deze opening af te sluiten. Gelukkig maar, wanneer is de Slufter een uniek natuurgebied? Bij springtij en bij noordwestenstorm kan de gehele vallei onder water lopen. In de vlakte groeien daarom alleen zoutminnende planten, zoals Engels gras en lamsoor.